Het is tegenwoordig heel makkelijk geworden om inhoud van een website op je eigen website te integreren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om het filmpje van YouTube wat ik hier heb over het gebruik van de uitleenautomaat in de mediatheek in mijn eigen pagina op te nemen. Dit kunnen we doen door hier rechts in het venster de zogenaamde embedcode te kopiëren. Deze selecteer je gewoon en die kopieer je. En kun je dan in je eigen pagina inladen. Helaas werkt het niet als ik de code hier direct inplak. Deze code moet ik echt tussen mijn zogenaamde HTML-code plaatsen. Dit kunnen we doen door naar de codeweergave te gaan, door op de knop code te klikken. Nu is het alleen heel erg lastig om te vinden waar je deze code precies moet plaatsen. Daarom gaan we eventjes terug naar de ontwerpweergave en geven even aan van... Hier moet het filmpje komen. En als we dit nu selecteren en teruggaan naar het schermpje met de code, dan zul je zien, dit stukje tekst was geselecteerd. Dus hier moeten we de code tussen plakken. Dan plakken we hier de code die we van YouTube hebben gevonden tussen en gaan terug naar de ontwerpweergave. Je zult nu zien dat er hier een schermpje is tussen gekomen. En dit zou het YouTube schermpje moeten worden. Nu gaan we eventjes testen of dit ook daadwerkelijk werkt. En zo te zien doet hij het prima. Het is niet alleen mogelijk om YouTube-filmpjes in je eigen website op te nemen. Er zijn veel verschillende andere websites die ook de zogenaamde embedcode aanbieden om hun diensten in je eigen pagina te zetten. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Google Maps. Stel je voor, wij willen bij onze contactgegevens willen wij een kaartje hebben van de omgeving waar wij ons bevinden. Dan gaan wij eventjes naar de website maps.google.com en zoeken daar bijvoorbeeld op Eindhoven. Ik vind dit wel een mooi kaartje om in onze webpagina op te nemen. Dan klikken wij op de tekst Link to this page. En dan zul je zien dat er een link verschijnt naar deze pagina. Maar niet alleen een link, er zit ook een stukje code in om de pagina of om deze kaart in je eigen pagina op te nemen. We doen hierbij hetzelfde als we bij het YouTube filmpje doen. We selecteren deze tekst, kopiëren hem. Plaatsen hem in de pagina, slaan de pagina op en proberen hem uit. En dan zul je zien dat ook deze pagina goed te zien is.